3 jaar na de verkiezingen van 25 mei 2010 is er volgens NPS-voorman Gregory Rusland niet zoveel nieuws te halen op het investeringsvlak. De grote investeringen die aan de gang zijn, zijn die bij Iron Gold die reeds in de planning waren, weet Rusland, die verder aangeeft dat de productie daarvan begonnen is in de tijd van regering Venetiaan. Weet dat Iron Gold is begonnen met de productie rond 2003. Haar productie is opgevoerd. In 2009 hebben we afspraken gemaakt om dan weer aan tafel te gaan zitten. Dat zou plaatsvinden rond 2011-2012. Om het vervolgtraject van de investering en de productie af te spreken. En je ziet dat daarover natuurlijk wat afspraken zijn gemaakt door de huidige regering. En zo zien we dus dat de recente goedkeuring van een overeenkomst, waarbij Suriname natuurlijk een groter aandeel gaat participeren in de uitbreiding, dat heeft plaatsgevonden. Dus eigenlijk is dat gewoon een continuïteit en u kunt verwachten dat dat gewoon ook zou plaatsvinden, no matter welke regering aan de macht was. Als we kijken naar het stukje van Newmont, ook een grote investering waarover gesproken wordt, dan moeten we zeggen dat we zien dat ook dat natuurlijk zijn aanzet heeft gehad rond het jaar 2000, 2001. En dat de mensen eigenlijk in 2010 reeds ready waren om zaken af te handelen, maar vanwege allerlei ontwikkelingen, vooral op het politiek vlak, heeft het geduurd tot 2013 en men is nu nog steeds bezig in de Nationale Assemblee om te praten over de afhandeling van die overeenkomst met dat bedrijf. Die overeenkomst zou ons in staat stellen natuurlijk om de productie in het Merian-gebied, het Oost-Suriname-gebied, ook van de grond te krijgen. Een moeilijkere operatie dan we hebben gehad in zeg maar, het geval van Iron Gold. Maar toch wel zou het zo moeten zijn dat we snel moeten komen tot een overeenkomst. Ook daar zie je natuurlijk, zoals ik eerder zei, dat vooral vanwege politieke redenen die zaak niet vlot afgehandeld is met alle nadelige gevolgen van dien. We hebben 3 jaar intussen verloren en dergelijke. De condities zijn veranderd. En we zien dat als we kijken naar de investeringen, dan praten we dus nu over veel grotere investeringen voor een bepaalde participatie van Suriname. Heel veel geld. We spraken in 2010 bijvoorbeeld over ongeveer zeg maar $120 miljoen participatie voor 20%. Nu praten we dus over meer dan $400 miljoen voor een participatie van 25%. Met veranderde condities natuurlijk. Dus eigenlijk, nogmaals continuering, maar een nadelige continuering voor de stad. Maar we hopen natuurlijk dat Surinamers dat alles wel goed komt. Verder als we kijken natuurlijk naar de investeringen. Maar even, de risico die dan genomen wordt, wat vindt u van die risico? Is die risico wel verantwoord? Zal het dan wat rendement opleveren of kunnen opleveren voor de staat? U moet weten, en daarom zult u vaak horen, dat anno jarusu un jarusu en anno wan uno wan de investering. Un wan de investering, lekseranamang. Want u zegt dat ze zijn een investering, het is maar een en de podemoni jaso voor het beginnen van productie. Bedrijf, in dit geval Nanga Goto, op een manier dat die wang Suriname kan ontwikkelen, kan kiezen inkomsten voor een campagne in gezondheidszorg, onderwijs en andere sani. Maar zij is die no, bika a New Front regering, we organiseren een participatie voor 20% Nanga Newmont in 2010. Dat is die nieuwe regering gekomen. En een nieuwe regering dat een soort van bevolking, een soort van people tak unu morabun. Dan een vorige regering. Dus, ik vind het jammer dat we Lucas aan zo'n politiek, want even Lucas aan zakelijk, dat we handelen aan af, dat we goddelijk zijn aan. Maar door dat ontdralen en om te zoeken nummer voor hoge participatie voor Suriname, want dan bij de 20% nogmaals, dan is het ook 3 jaar, de man door 25% participatie, dus 5% meer. Leg zijn nieuw front bespreek af, maar door de gewijzigde omstandigheden is dat gaan investeren zou bespreek af doen in de orde van $120 miljoen. Nou, adoro, sa $400 miljoen. En a concern, a sorgo sa wie abi, like NPS, natak a bedrag dat hij nou een biggie deel, if you look at op a totaal financieel huishouden van kondre voor nu. If je dat $100 miljoen, ik dacht, oké, we kunnen het risico eten. Natuurlijk, als je dat subjectief kan, maar mij vind niet dat if je dat $400 miljoen een big deal voor een inkomsten, een financiële huishouding, voor konden en een risico. Ik bedoel ook toe en we zeggen dat investering in go-to, naar risico-investering.
In Sabdak, de ontwikkeling in Newmont voor Oost-Suriname. Dat we de infrastructuur naar de drap is refstreef. Want low investering wat we doen. Oké? En ook toen natuurlijk, dat je begint te produceren. Dat je ziet dat je een risico hebt. We ziet dat je een deal regelen aan IM Gold. Dat je ziet dat je een prijs voor gold toe. Plots een drop. En dan nou af hoe dat begint risico's aan dat je in de prijs dat ook gaat. Voor gold toe. Ik kan kring, ik kan 2000, ik kan 2000 gaan lukken toe. Maar ook toe ik kan gaan grong. En te ik ga grong, dan moet ik risico ook kunnen aankondigen. Dat betekent dat ik kan dit ook hypotheek nu. Maar in een verwacht dat je verdient money uit dat deal dat je binnenkort. Dus dat betekent dat ik aankondigen wie lekker namang. En dan gaan nu, onder sap eten van de regering of financier een participatie dat. Want nu gaan we dat precies sa op sa. En dan nog voor de onduidelijkheid, we moeten sapsa epsa. Maar als we investeren money voor konden, voor people, dan vind ik dat in bloedboom. Want in een kampri, dan gaan we money, dan gaan we abif nyang. En samen bedoel dan gaan nyang, dan gaan we abif bij een onderwijs. Dan gaan we abif bij de oude vandaag, de pensioen, de gezondheidszorg, dan gaan we moeten doen. In een kampri, dan gaan we de money dat hij hoort, de money dat stabiel. Zodat ik in de komende jaren nog een probleem. Maar als je het risico dat je alle de zand dat ik kon in probleem. In een man paar euro komen. In een man paar mensen euro komen. Je kon er voor duizend contracten hier en daar en dergelijke. Met alle risico's van die dat je kiest stagnatie in een ontwikkeling. Of in een vorm van verantwoord financieel beheer. En daarom wil ik aan een one-on-one de investering of one-on-one de participatie. Een warning. Maar we willen zo weinig mogelijk risico's. En dan tak ik ben natuurlijk van ik kan make money naar de bedrijf die zie. En dan tak participatie van het money kon in zee. Want we zien dat naar IM Gold, naar 50% dan moeten we participeren. Maar tegen luku alle money sa IM Gold en verdien in wat jari. Tegen luku tak IM Gold en verdien een bepaalde hoeveelheid. Dan zie dat moro afu. Moro lek afu. Ik kon in een saka voor seranang. Dan gaan 5% participatie. Nemo. En kan de asan het soort zo moeilijk, want je participeert 5%. Nemo, dan je verwacht dat 5% nemo, je kies van inkomsten. Maar nee, de kondre je op instrumenten zou je krijgen. Like belastingen, like royalties. Dan gaan ik kan tek gewoon money voor een bedrijf aan het eind van het jaar. En dat levert al behoorlijk veel op. En dat zijn de instrumenten waar we naar moeten kijken. Dus weinig risico's, maar het grootste rendement, ja kondre.